Ja, we zijn gisteravond bij de voorbereidende raadsvergadering geweest van de gemeente Almelo. Daarin is aan de orde gekomen het verkabelen van de hoogspanningsmast door het gebied, door het centrum van Almelo. Henk en Trudy Bolk brachten samen met Karin Wilming tijdens de motiemarkt van 2018 het voorstel in om hoogspanningsleidingen ondergronds aan te leggen in Almelo. Deze week was er politiek beraad en de raad koos voor het onderzoek van de variant om de hoogspanningsleidingen onder de bebouwde kom aan te leggen. Aan de ene kant is het een goed besluit dat de hoogspanningsmasten weggaan in Almelo, want dat maakt Almelo een veel mooiere stad. Het aanzien wordt veel beter. Echter, wij vinden het niet verstandig dat die grondkabel dus door de stad heen blijft lopen. Ja, het oorspronkelijke voorstel bij de motiemarkt die was dat er vanaf Hengelo-Weideweg, schakelstation, er een grondkabel zou komen tot en met Almelo de Mosterpot. En die zou parallel getrokken kunnen worden met een kabel die toch al aangelegd werd. Zodat werk met werk verzet kon worden en dat het geheel redelijk betaalbaar zou zijn. Als die nieuwe kabel er komt, komt die er voor de komende 50 jaar, ligt die daar wel. En dat betekent dan dat de stad daar opgezadeld is met allerlei belemmeringen voor bouwwerken, bruggen of wat dan ook, wat er gebouwd wordt. Ons voorstel was van, breng het rondom de stad heen, dan valt er heel veel plekken vallen vrij waar nog wat gebouwd kan worden. En dat betekent dan dat daar gewoon geld terugverdiend wordt voor de gemeente, ondanks dat het tracé, wat wij dan als voorkeur hebben, iets duurder is. Er is besloten dat optie 3 de voorkeur geniet. Dan gaat de hoogspanningsmast binnen Almelo verdwijnt. En er komt een grondkabel ongeveer op de plek waar de hoogspanningsmasten stond. Gaat dan die grondkabel lopen om de stroom door te voeren. Als initiatiefnemers van de motiemarkt bijna 2 jaar geleden, hebben wij er, zo dit voorstel er ligt, hebben wij daar niets aan. Omdat het hele buitengebied wordt niet bekabeld. Het idee wat wij nog hadden om het rondom de stad aan te leggen, is een idee wat voor de toekomst veel beter zal zijn voor Almelo. Echter, de beslissing was volgens ons al genomen binnen de raad, binnen de gemeente. Het is jammer. Het is voor ons ook niet erg motiverend, want we zijn begonnen bij de motiemarkt. En het is voor ons niet erg motiverend dat de opzet van de motiemarkt, wat in eerste instantie hartstikke goed ging allemaal, dat nu door de gemeente en een eigen invulling aan is gegeven.